uit. En dan kunnen we misschien meer van Amsterdam zien onderweg. Ja, en dan hoeven we die camera niet van het dak af te halen. Oh ja, dat is ook wel fijn. Nou, hoewel, nu zal het niet zo heel erg veel schelen. Er was laatst een leuk artikel, of nee, een mooie cartoon gepubliceerd door The Oatmeal. Ja. Ken je die? Ja, dat is mijn favoriet. Echt waar, als die uitkomt. Ja, die is altijd heel erg. Altijd lachen. En waar hij het over had was dat hij een bepaalde film wilde kijken. Ik neem aan dat dat helemaal niet zo'n hele goede film is, maar... Ja, Game of Thrones geloof ik. Oh ja, Game of Thrones wilde hij kijken. Gebaseerd op de enorme productieve schrijver. Ga verder. Die wilde hij kijken. En er zijn in Amerika een aantal... Zouden er een aantal legale manieren moeten zijn om dat te doen. Dus hij gaat naar Netflix en daar staat... Nee, niet beschikbaar. Ja. Gaat hij naar een andere Hulu of zo. Niet beschikbaar. Allemaal dat soort... Ja, want het is gewoon op tv geweest daar, hè? Dus, ja. Dus, nou, allemaal onmogelijk om te kopen. Of om te huren. Ja, precies. Je wilt het gewoon zien. Ja, om te kijken, om legaal te kijken. Dus ja. Uiteindelijk, na heel veel stappen, zegt hij... Ik ga naar een torrent site, download hem en 5 minuten later kan ik hem kijken. Precies. Daar reageerde een kerel op. Die schreef een artikel daarover. Die zei van ja, allemaal leuk en aardig dat je dat doet. En ik snap het op zich ook wel. Alleen, zo werkt het nu eenmaal niet. Nee. De filmmaatschappijen hebben bepaald dat dat niet op die manier hoort. Dus dan moet je dat gewoon niet doen. En dat is natuurlijk een heel interessant ding. Van als het nu eenmaal zo is, moet je het dan ook niet doen. Ja, precies. Als er geen wegen leggen, dat betekent dat je daar eigenlijk niet hoort te rijden. Ja. Zoiets. Of, en die Natko was dat, geloof ik, trouwens, de auteur. Oké. En dat is natuurlijk interessant. Want dat zou betekenen dat er nooit wat kan veranderen. Ja. Omdat je zegt van nee, het is nu eenmaal zo, dus daar hebben we het gewoon mee te doen. Klaar. Ja, precies. Bijvoorbeeld, vrouwen hebben geen stemrecht, want dat is nu eenmaal zo. Ja. Dat is geen reden om dat te veranderen. Arbeiders hebben geen stemrecht, nee, dat is nergens voor nodig. Nee. Dus dat is een beetje een kortzichtige reactie. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, ja, weet je, het is nu eenmaal zo dat er gedownload wordt. Biedt dat dan dus aan? Ja. Als filmmaatschappij. Of, en hè, dan heb je nu dus wetten die dat illegaal maken dat je gaat downloaden. Ja. Die wetten gaan veranderen. Dat kan gewoon niet dat iedereen de gevangenis in gaat. Dat is onmogelijk. Nee, het is niet handhaven. Maar ja, er valt wat voor te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we uiteindelijk... Omdat wij nu downloaden via torrent sites, dat de torrent sites zeg maar gangbare manier worden van media downloaden. Maar je merkt wel inderdaad, er is een hiaat in het aanbod van de mediaverspreiders. Ja. En dat is heel erg belangrijk. En wat die Andy en Natko dan ook zegt, zo van ja, als je het niet kan downloaden, dan wilt de aanbieder zeg maar dat gewoon niet aanbieden, et cetera. Ja. En dien je maar te wachten totdat er wel gebeurt. Maar nog veel belangrijker, ja, je kan stemmen met je geld. Dan koop je dan toch gewoon niks. En dan gaat het vanzelf wel Ja, maar goed, gebeuren. Maar dat doen we ook, want we kopen niks en we loaden het down. Precies. En dan zie je dus de interessante knee-jerk reactie van de media-industrie. Ja. Nou, mooi, dan gaan we in wetgeving gaan we dat oplossen. Maar dat is het allerinteressantste, want nu is de industrie is ineens de wetgever geworden. Terwijl natuurlijk, ja. Dat is natuurlijk van den zotte, namelijk wij zijn de wetgevers. Wij stemmen, industrieën stemmen niet. Dat is dus het rare. Tenminste, officieel. Hè? We leven in democratieën. Amerika is een democratie. Ja. Op papier. Dus daar is een republiek, hè? Dus mensen die stemmen daar. Maar de wetten worden blijkbaar door industrieën gemaakt. En dat kan. Ja. Dat is natuurlijk waanzin.
Dus door te stemmen kan je ervoor zorgen dat, zou je ervoor moeten kunnen zorgen dat wetten veranderen. Ja, precies. Ja. Ja, of ja, goed, eigenlijk zou je in goed overleg samen maar eruit moeten komen. Maar... eigenlijk zou het zou niet eens wetgeving aan te pas moeten komen. Nee. Dat is echt zo'n onzin. De industrie is gewoon ernstig verouderd en moet zich aanpassen. En je ziet dat dit zijn, dat zie je altijd bij industrieën die voorbij gaan. Die gaan dan lopen spartelen. Je had bijvoorbeeld op een gegeven moment in Amsterdam werden de grachten door de sluizen tegenover elkaar open te zetten, spoelde het grachtwater elke dag door. Dat was ineens nieuw. Ja. En dat is nog steeds zo. De grachten, dat stroomt. En daardoor is het hier niet zo ontzettend smerig in de stad. Ja. Maar dat was dus 150 jaar geleden was het anders. Okay. Dus toen was het echt verschrikkelijk smerig. Dat water stond stil en was dood. Er kwam een soort van zwaveldamp uit en het was gewoon echt, echt heel smerig. Ja. Toen die toen het grachtwater gereinigd werd, toen reageerde de verfindustrie, de schilders, het schildersgilde, reageerde toen van dat willen we niet, want door die zwaveldampen bleef de verf niet zitten. Ah. Dus die zei, een verdienmodel, ja. Ja. Of in elk geval. Ja, dus die heeft toen geprobeerd. Ja. Om via wetgeving te voorkomen. Je ziet dan dat dit soort oude industrieën, dat die in plaats van te reageren op het nieuws, op de nieuwe omstandigheden, gaan ze helemaal in een stuip schieten en gaan ze moeilijk doen. Ja, precies. Want die zitten ook zo van, ja, maar het was toch zo? Ja. Dat kan toch gewoon zo blijven? Ja, wij hebben er geen last van immers. Ja, precies. En dat is hetzelfde met die filmindustrie. En trouwens ook, dat is ook een interessante, met de, er zijn nog wel meer industrieën die dat hebben. De gasten van de Pirate Bay, ja, ja, ja. Die zijn nu begonnen met visibles. Oh, die zag ik staan dat inderdaad. Dat is briljant. Dat je hebt nu 3D-scanners en 3D-printers. Ah, jongens. Maar dat is heel erg stoer, want dat betekent dus dat je, weet je al, als je tent stuk is of iets dergelijks, dat er net dat bovenste hoekje kapot is gegaan omdat het is gevallen, dat je hem gewoon zelf kan afdrukken en dat je hem zo, poenk, ja. Hup, je tent werkt weer. Ja. Raar voorbeeld, sorry. Nou ja, van alles. Dus, maar wat... Je kan dus heel makkelijk dingen vervangen en, zonder dat je helemaal met de fabriek in de klinch moet. Wat je natuurlijk ook ziet is, van, hey, je kan een designtafeltje, kan je gewoon uitprinten als je het... En dan natuurlijk komt daar direct de reactie van de industrie. In plaats van dat ze zeggen van oké, dan hoeven we niet meer zelf die dingen te verkopen. We kunnen gewoon de patronen aanbieden en mensen printen het lekker zelf uit. Ons designmeubel in de kleur die ze zelf willen. Ja. Krijgen we dan de reactie van dat er nu een soort van physical rights management komt. Maar dat bestaat toch al? Dat is toch gewoon patentrecht op meubels of op apparaten? Die dingen die zitten op een bepaalde manier in elkaar en dat, daar hebben mensen patent toch op? Ja, maar wat ze nu dus willen is dat, dat er een soort van onzichtbaar voor het oog merkje zit op meubels. Ja. Waardoor 3D-scanners het niet meer kunnen scannen. Dat heb je ook met geld bijvoorbeeld. Geld kan je niet scannen. Ja. Ja, of je kan het niet repliceren inderdaad zonder fancy apparaten. Ja, dus de scanners, er zit een soort van merkje in in geld, waardoor scanners het niet doen. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, wauw. Dus dat willen ze, of tenminste dat is nu, dat was een verhaal van dat je dan dat je met dat soort kleine dingetjes, dat daardoor mensen niet meer 3D kunnen printen. Dus dat je niet zomaar een kopje waar je bij een designerboer hebt gekocht, dat je die niet zomaar kan kopiëren. Precies. Maar zover zijn we toch nog niet. Ik bedoel, nou, nu hebben ze, geloof ik, werken ze met een soort van PVC waar die Lego blokjes van zijn gemaakt. Ja. En daar kan je inderdaad mee printen of met dingen gemaakt van, ik weet niet, ze hebben het van mais of zo, dat is de grondbasis. Dus je kan het ook opeten eventueel. Oh ja, ja, inderdaad. Maar ja. Daar kan je dan mee printen. Maar je kan nog niet met keramiek of je kan nog niet met... je kan sowieso niet met hout printen, zeg maar. Hout niet, wel met glas. Wel met glas, oh, ja, dat is wel gaaf. Dat is een hele mooie van een kerel die een 3D-printer had gemaakt.
die op zonne-energie en zand werkt. En die had hij in de Sahara neergezet. Oh. En dat ding is gewoon non-stop bezig. Want er is eindeloze hoeveelheid grondstof en energie. Ja. Dus dat ding, dat print gewoon glazen. Want met de enorme hitte, dus de spiegel, wordt dus de hitte van de zon wordt gebruikt om glas te smelten. Uh-huh. En de hitte van de zon wordt gebruikt om energie op te wekken. Oké. Okay. Oh, dat is wel heel erg gaaf. Ja, dat is echt een heel tof ding. Maar goed, de mensen die mooie dingen ontwerpen, die hebben daar natuurlijk wel iets over te zeggen. Nou, weet ik niet waarom. Wat ze zouden moeten doen, wat mij betreft, is gewoon zeggen van, jongens, we... Oh. Bijna aangereden. Jongens, je moet een... Gewoon, ga het online verkopen. Ja. Leer van de fouten van de muziekindustrie en de boekenindustrie en van alle industrieën. Ja. Omarm dit van, oh wow, we kunnen... Ja, we kunnen je verkoopt je patronen, zeg maar. Ja, precies. Ja, net als breipatronen, inderdaad. Superhandig. Hoef je het allemaal niet zelf te doen. Maar ik vraag me af, want die zijn dan ook, net als waar de muziekindustrie nu naar kijkt, zijn die ook heel makkelijk te kopiëren. Is het heel erg... Is eigenlijk alleen de grondstof waar... Het fysieke ding, dat is waar je echt geld mee kan verdienen. Het verdienmodel wordt dus ook inderdaad anders. Ja. Maar en dus ook minder wellicht. Maar zal het dan zo zijn dat je dus, dat designbureaus de designs van de kopjes gratis weggeven, maar dat hele mooie materiaal, dat ze dat dan op rol gaan verkopen? Maar dat is ook weer zoiets. Dat dan zeggen mensen van, ja, maar het is zo makkelijk om te kopiëren, dus gaan we minder verdienen. Dat is helemaal niet waar. Nee, de muziekindustrie verdient meer dan ooit. True. Meer dan ooit. En dat komt doordat je kan betalen voor muziek. Ja. Op een manier die mensen willen. Ja, het is heel laagdrempelig. Ik doe dat. Ik betaal gewoon, nou niet voor alles. Als het een major label is, betaal ik niet. Ja. Want die willen mij namelijk in de gevangenis stoppen. Daar betaal ik niet aan mee. Ja, maar lieve muzikanten doe ik het wel. Oh ja hoor, individueel. En ook de zelfstandigen, dus die ook een eigen identiteit hebben op online. Maar die visibles, dat vind ik een heel interessant. Dus dat je die patronen voor 3D printen. Ja. En ik vind ook het idee, er was een bepaalde manier van DRM was er verzonnen door een figuur. Ja. Dat er dan een soort van random blobs verschijnen als je dus een illegale scan hebt, dat je dan gaat printen en dat er dan zo blop, blop. Dat er dan dat het model helemaal vervuild is, zeg maar. Ja, van, ja. Hij komt eruit voor een groot deel, maar het is zichtbaar dat hij met een interessante feature erbij. Ja, precies. Misschien wordt het dan ook helemaal hip, weet je wel. Ja, dat de kopieën veel gaver zijn eigenlijk. Ja, dat is dan eigenlijk ook zo. Dat vond ik dan wel weer een goeie. Maar ik vind het fysieke, dus dat dingen fysiek eigenlijk veel interessanter zijn. En dat mensen, de muziekindustrie heeft daarmee te maken gehad. Platen, LP's, cassettes. Dat zijn allemaal dingen die je vast kan houden. En op een of andere manier zit er dan ook een soort van inherente waarde voor die de consument ook inziet. Maar is dat echt zo? Nou, dat is een beetje de vraag. Je hebt dat ook bijvoorbeeld, vroeger had je kranten, magazines, et cetera. Ja. Die dingen, die kreeg je vast en die hebben iets in de hand. En daar, dat is tastbaar. Dat is eigendom, zeg maar, plotseling van jou. Maar dat is met digitaal is dat heel erg... Dat is niet het geval. Hè? Je krijgt eigenlijk de content alleen. Ja. Net als met het 3D-model. Ja, maar je krijgt wel de content op mijn iPad. Ja, waar ik een hele intieme relatie mee heb. Ja, precies. Dus misschien nog wel intiemer dan een fotje papier wat ik toch elke week weer in de oude papierbak gooi. Dat is waar, maar je merkt dat zowel de producenten als de consumenten een hele andere relatie hebben met digitale media. Dus met een blog bijvoorbeeld. Die heeft een hele andere... denken mensen, oh leuk gelezen. Nou prima, ik hoef deze meneer helemaal niet te betalen. Dat is gewoon helemaal gratis. Ja. Maar zich wel dood erger aan. Alle banners die er omheen zitten. En wordt het alle... Of bijvoorbeeld dat er een betaalmodel voor staat. Nou, er zijn mensen heel erg pseudo verontwaardigd van, nou, moeten we dan echt gaan betalen ervoor? Terwijl ze dat prima deden. Nou, zeg maar een paar...
Maar het is toch best interessant om te zien dat mensen toch wel bereid blijken te zijn om te betalen. Ja. Alleen wordt de, zijn de modellen die er gezocht worden om geld te vragen voor content, die zijn allemaal gebaseerd op papier. Ja. Op onze vroegere fysieke manier van denken. Terwijl je juist moet gaan kijken van hoe kan dat beter en slimmer. Ja. Bijvoorbeeld als ik een magazine koop, dan lees ik echt niet alle artikelen. Want het meeste interesseert me gewoon niet. Maar er zijn altijd een paar artikelen die me interesseren. En er zijn wellicht een paar artikelen die me in eerste instantie niet interesseerden. Maar die ik zo een beetje zie. En van, oh, dat is leuk. Ja. Dan ga ik ook even lezen. Maar wat je dus beter kan doen dan een bundeling van door andere mensen bepaalde artikelen verkopen. Je kan gewoon de artikelen los verkopen. Ja. Er is nu een Kickstarter project die precies dat doet. Die had, ik geloof ik, $40,000 nodig om op te starten. Mm-hmm. En die gaat elke week of zo een heel goed artikel uitbrengen. Oh, wauw. Eén heel goed artikel, elke week. En dat kan je elke week voor $1 kopen. Gaaf. Briljant. En is daar... En dat kan je in alle formaten die je maar wil, is dat te kopen. En hoe zorgt hij er dan voor dat, dat mensen dat ook waarderen met geld? Zeg maar, door het makkelijk aan te bieden. Zit hij in een bepaalde niche of zo? Of is het, Het is, geloof ik, wetenschap en... hij begint met wetenschap en kunst, denk ik. Maar weet ik niet zeker. Of wetenschap en technologie, zoiets. Dat zijn natuurlijk de wel plekken waar mensen, ja, domeinen waar mensen zich echt in interesseren en ook wel bereid zijn om wat te betalen. Ja, precies, ja. Maar daar begint hij mee. Nou, en dan is het, of hij, dus hij, dat is een, zijn wat mensen. Oh, het is een groep mensen. En ze huren echt gewoon goede schrijvers in. Ja. Ze zijn goede onderzoeksjournalisten. Dit kan een goudmijn zijn. Het is gewoon briljant. Ja. Maar doordat mensen vasthouden aan het idee van het moet zoals het altijd was zijn. Ja. Het abonnement komt op die manier ook natuurlijk helemaal weer terug. Maar dit is ook grappig, want het is geen abonnement. Ik kan gewoon zeggen, nou, ik wil af en toe één artikel kopen. Ja, nee, inderdaad. In plaats van dat ik nu, dan heb ik de Vrij Nederland, heb ik toch weer een abonnement opgenomen. Ja. Nou, weet je, ik lees het af en toe en er zit af en toe een artikel in wat ik interessant vind. Wellicht zouden ze aan mij en aan andere mensen meer verdienen als ze gewoon €1 per artikel vragen wat ik interessant vind. Ja, ja. Ja. 50 cent per column. Ik zet de columns lekker online als een soort van trekkertje om mensen naar de rest van de content te krijgen. Maar dat betekent wel dat je dus een manier nodig hebt om mensen ook te trekken naar zo'n, zo'n artikel. Ja. Dus, dat, hè, dus dan moet je, ik weet niet, mensen op de hoogte houden of zo? Of, ja, daar zijn natuurlijk zijn website trekken, etcetera. Heel veel distributiemogelijkheden. Die zijn, ja, die zijn er al wel. Ja, maar hè, waar je nu ziet zo van, nou, bijvoorbeeld een online magazines, die worden nog steeds als een soort van geheel aangeboden. Ja. En helemaal niet als, als een entiteit die af en toe iets nieuws aanbiedt. Zeg maar, hè, dus niet als een boekenkast waar je lekker in kan snuisteren. Zeg maar, oh, wat was dat leuke artikel ook weer? Oh, die wil ik nu wel kopen, want ik wil de rest eigenlijk weten. Ja. Maar het is nog steeds interessant. Wat ik ook heel erg leuk vond is... dat een, ik bedoel in de vorm van Kickstarter dan, ja, is dat er een gamebedrijf is begonnen met een Kickstarter van, nou wat was het, dus ze wilden geloof ik een ton naar binnen halen om een spel te maken. Ja. Ze kwamen erachter dat het eigenlijk toch wel 2 ton zou kosten en dat haalden ze binnen. En uiteindelijk zitten ze nu op de 1,2 miljoen. Ja, precies. Om het spel te maken. Ja, dus die succesverhalen dus, die zijn wel heel tof. Die zijn echt heel erg gaaf. Maar ja, wat ik vooral interessant is, zeg maar, je merkt dus dat mensen die geïnteresseerd zijn in de niche, en dat was juist het punt, die gamefabrikant, die zei ze van, ja, we willen dit eigenlijk maken. We weten dat mensen dit willen, maar we krijgen ze maar, het is geen grote groep. Ja, ja, ja. Dus waarschijnlijk gaat het jullie iets meer kosten, maar dan heb je wel precies wat je wil. Ja.
En dat vond ik heel erg gaaf aan. Want ja, dan kan je dus inderdaad een hele kleine markt kan je bedienen met hele hoogwaardige content. Ja. Iets wat nu heel erg niet mogelijk is als je bijvoorbeeld... als je leeft van de advertenties die om je artikelen staan of om je content staan of in je video of weet ik veel wat. Ja, dan moet je dus aan de adverteerders moet je dan laten zeggen of aan je investeerders of wie dan ook. Advertenties zijn ook een van de oorzaken waarom mensen piraten of weet het. Ja, want ze denken er wordt toch wel voor betaald. Nee, mensen hebben een hekel aan advertenties. Ja. Advertenties, dat was ook een interessant filmpje, of nee, een artikel iemand schreef laatst over zijn dochtertje van 4. Zij hebben thuis geen tv en ze waren bij de zus van die jongen en die had net een hele nieuwe dikke tv gekocht in Amerika met allemaal heel veel kanalen. En toen gingen ze Shrek kijken en toen begon er ineens een reclame. Veel begonnen reclame, dus toen vroeg dat dochtertje: is hij stuk? Reclame is stuk. Dat betekent dat het kapot is. Dus niet voor niks dat iedereen van die adblockers in zijn browser installeert. Maar het is eigenlijk wel super irritant. Ja, maar het maakt inderdaad ook de media stuk. Ik zei je wat sterker. En niet alleen dat, maar wat reclames zijn dan ook nog, zijn ze heel evil bezig. Ze willen alles van je weten. Gaan ze in plaats van gewoon reclames aanbieden, gaan ze al die dingen van je verzamelen die ze maar kunnen verzamelen. Ja, daar kom ik straks, even op terug. Want ik wil nog wel even iets zeggen over dat content media stuk maakt. Ja, vraag het maar even aan je ouders als je ongeveer even oud als ons bent. Vroeger was televisie programma's die duurden een uur. Misschien zelfs 2 uur. De politieke discussies duurden 2 uur lang, werden niet onderbroken. Waar felle discussies, heel fijn, heel mooi. Iedereen genoot ervan. Iedereen zat voor de televisie. En dat is nu ongeveer teruggebracht tot segmentjes van maximaal 10 minuten. Vorig jaar was ik in Amerika. Blokken van 3 minuten die afgewisseld werden door 1 minuut reclame. En dat heeft de manier waarop wij content benaderen zo enorm beïnvloed. Sterker nog, de mensen die nu content maken, die moeten dus rekening mee houden van, let op, mensen hebben ten eerste een concentratiespanne die korter is dan 1 minuut. Dat is dus niet waar, want dat zijn de commerciële, de bannerverkopers. Die zorgen ervoor dat dat allemaal korte blokjes moeten zijn om het te optimaliseren. En 2, dat je content dus echt naar de knoppen gaat. Dat longform content. Ik sprak laatst met een programmamaker. Ik zei van, nou, ik wil heel graag mooie lange televisie maken. Die voor een kleine groep mensen. Die zeiden van, weet je wat, dan gaan we een leuk segmentje maken van 10 minuten. Zitten we daar een tussenblokje tussen van 5 minuten. En dan maken we weer een segment van 10 minuten. Het maakt dingen helemaal stuk. Dus, zeg maar, je wordt echt in een hoekje gedwongen als producent ook. Ja. En dat is zo zonde. Ja. Dat is echt zo zonde. En dan over de... even kijken hoor. Waar hadden we het zojuist? Oh ja, over de gegevens. Ik wil daar nog trouwens een onderzoek naar doen. De theorie is... Facebook, Google die heeft net een nieuwe gebruikersovereenkomst gepusht aan alle gebruikers. Ja. Om de gegevens die jij verzamelt bij hun... Dat uitgewisseld kan worden met ad agencies, zodat jij getarget, gebannerd wordt. Dus dat jij relevante banners krijgt. Nee, dat is niet wat ze doen. Daar gaat hun privacy policy niet over. Nee, maar dat is het ultieme doel, hè? Of tenminste, dat is het doel vanuit ons perspectief. Daar proberen ze ons een beetje lekker mee te maken. Van, ja, weet je, als je die gegevens geeft, dan kunnen we jou relevante banners geven. Ja. Die technologie bestaat al jaren. Denk aan bijvoorbeeld lokalisatie. Iedereen, als jij vanaf een computer... Nee, maar dat doen ze al. Het enige wat er nu verandert, dat deden ze al jaren. Het enige wat er nu veranderd is dat ze alle diensten die zij hebben aan elkaar koppelen. Waardoor ze nog beter weten wat jouw interesses zijn. Ja, precies. Maar ze geven het niet terug. Ze maken er geen gebruik van. Het maakt geen... Ja, ze geven wel terug. Snars uit. Wat Google doet... Kijk, als jij niet wil betalen voor dit soort diensten... Dan geef je al jouw gegevens. Zo is het gewoon. Ja, nee, precies. Dus als jij bereid bent te betalen, dan neem je iets als MobileMe of iCloud, weet ik veel wat. Of er zijn nog andere, meer dan genoeg betaalde diensten die ongeveer hetzelfde aanbieden. Ja.
Maar stel je voor dat... Die laat je met rust. Ja, maar stel je voor dat ik dus, zeg maar, een adverteerder die wil alleen aan mensen adverteren die dat relevant vinden, toch? Ja. Dus als ik geen rijbewijs heb, dan wil ik ook geen auto banner zien, want dat interesseert me niet. Nee. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld door Google wordt er zo gebannerd dat als je bijvoorbeeld bij een winkel bent geweest en je hebt gekeken naar een product, wordt dat product voor de aankomende week wordt het gepusht. Ja. Of je nou wel of niet hebt gekocht. Dat is absurd. Iedereen zij weten dat. Ik hoor daar zoveel mensen over klagen. Godzidorie. En dat is zo irritant. Ik vind het zelf. En, ik heb dat maar dus ze nog nooit gezien. Ze hebben die gegevens. Ik blokkeer alles. Ja, nee, maar, nogmaals. Stel dat nou een relevante service is. Dus dat ze het vanuit naar de consument ook aanbieden als een service. Ja. Wat natuurlijk niet het geval is, want ze krijgen het geld de mensen die banners willen neerzetten. Maar weet je wel, maak het aantrekkelijk. Zorg ervoor dat het ook echt een meerwaarde biedt voor de consument. Enfin, ja. Nou ja, maar dat doen ze met die diensten. Die diensten die bieden de meerwaarde, de rest is... Ja, precies. Diensten dan moet je als, erbij nemen. Zoals je dat mail moet je voor lief je... nemen. Ja. En ik vind eerlijk gezegd ook, als je gebruik maakt van gratis diensten, dan moet je gewoon heel goed kijken van wat is het verdienmodel. Oh ja, absoluut. En dan die twee tegen elkaar afwegen. Ja. Van, nou ja, vind ik dat... vind ik het oké als ze alles van me weten. Want bij Google is dat echt zo. Die weet gewoon echt alles van je. Zeker met de Google Analytics. Weet je, dat zit op bijna elke site ook nog eens geïnstalleerd. Ja. Daardoor weten ze ook nog eens gewoon precies welke sites je allemaal bezoekt. Die weten zo enorm veel van je. Ja. Nou, dat ik eens een keer gebruikte. Maar... Ja, want ik betaal trouwens voor de diensten van Google, voor de e-mail van mijn familie. Oké. En is er dan een andere privacy policy eigenlijk? Nou, dat wilde ik inderdaad achterkomen. Want ik dacht zo van, stel je voor dat ik nou betaal voor mail en de calendar en wat al niet meer zijn. Ja. Krijg ik dan bijvoorbeeld, kan ik het dan blokkeren? Kan ik dan alle banners uitzetten? Dat geldt voor de tools zelf, geldt het wel. Maar ik wil dat eigenlijk ook wel voor de rest doen. Zullen we misschien, weet ik wat, kunnen ze ook betaald search doen? Dat je nog betere zoekresultaten krijgt of zo. Ja. En niet de gepushte resultaten. Ja. Kijk voor de grap maar eens. De eerste pagina van Google, zeker als je op producten zoekt, bijna alleen maar webshops. Zelfs als je zoekt op bijvoorbeeld review coolefiets.nl. Krijg je de reviews van de webshops. Krijg je de reviewblokjes van de webshops en helemaal niet... die leuke blogger die een in-depth review doet van het product waar je naar zocht. Ja. En ja, dat is dat, vooral dat soort dingen stoort me. Maar je hebt helemaal gelijk. Als je niet betaalt voor iets, dan mag je ook niet verwachten dat het er blijft of dat ze jouw belangen vooraan hebben of wat ook. Ik heb bijvoorbeeld, ik maak gebruik van een dienst af en toe. Ik vergeet die namen altijd van die web-apps. Welke is het? Het is in ieder geval je kan er een outline mee typen. Geen idee. Begint met een W, dat weet ik nu. Maar in ieder geval zit fantastisch in elkaar. Echt heel erg goed. En ik ben op zoek gegaan van wat is het verdienmodel? Ja. Kon ik niet vinden. Het stond niet in de privacy policy, stond nergens. Nee. En toen gisteren logde ik weer in. En toen stond daar ineens... GoPro. Je kan nu ook een pro-account kopen. En ik zei, ah, gelukkig. Ja. Weet je, dat is dan ook zo'n bedrijfje dat besloten heeft, we gaan gewoon een goede dienst aanbieden. We vragen daar een normale prijs voor. En dan gaan we helemaal zelfstandig. Hier willen we gewoon de rest van ons leven willen we deze dienst aanbieden. Ja, precies. Dat is een doel. Om een mooi product aan te bieden in plaats van... Pinboard is een heel goed voorbeeld daarvan die dat doet. Ik ben zo'n fan daarvan. Ja, die kerel is geniaal. Serieus. Pinboard is trouwens, als je Delicious kent... of als je gewoon bookmarks in je browser bijhoudt... dat maar dan online en met tags en... je kan erin zoeken en je kan je Twitter-URL's kan je erop in laten haken. En het is helemaal geweldig. Ja. Maar je moet ervoor betalen. En dat is heel erg tof. Want dat betekent dat je dus ook echt verzoeken kan doen bijvoorbeeld. Maar je moet ook niet heel veel betalen. Hè? Je betaalt eenmalig
Het oplopende bedrag. Dat is ook zo grappig. Elke keer dat iemand, zich inschrijft, wordt het 0,001 cent duurder. Ja. Dus als je de eerste was, 0,001 cent? Nee, hij begon geloof ik bij iets als $3 of zo. Oh ja, ja, ja. Ik heb geloof ik $9 betaald. Ja, ik heb $6 betaald en het is nu geloof ik een tientje. Het is echt geniaal. Maar dat is dus dat is eenmalig. Ja. Gewoon, dan ben je lid en mag je het voor altijd gebruiken. Ja. Dan is het. Dan kan je een archieffunctie kopen waarbij de content wordt. Waarbij de websites die je boekmarkt in zijn geheel worden gedownload. No way! Ja, dus inclusief plaatjes en alles. Dus niet alleen de pagina, want dat gebeurt nu vaak. Yeah. Dat zijn andere diensten die doen dat wel. Die bieden dus aan dat ze de pagina downloaden met de referenties naar de online plaatjes. Yeah, yeah. Nee, deze download alles. Oh. De hele pagina in zijn geheel met alle plaatjes wordt gedownload voor netjes voor met later. De banners erbij. Banners denk ik niet. Maar interne referenties. Ja. Heel interessant. Okay. En dat kost €25 per jaar of dollar per jaar. Oké, maar ja, dat kan dat het heel goed waard zijn als je researcher bent of wat ook. Ja, precies. Dat voor hem is dat gewoon een gestage bron van. Ik betaal daar ook voor, want ik vind dat gewoon. Ja, je wilt erop terug kunnen vallen. Ja, mocht ik ooit eens weten dat er een artikel was, maar die site is offline, wat ook aan de lopende band gebeurt. Ja, ja dat zal voor de Daily Nerd ook heel relevant zijn. Ja. Kan je daar ook naar linken? Dus kan je ook zeggen van. Nee, ik heb persoonlijk. Dit... Oké. Okay. Want dat zie je, ook bij een heleboel nieuwswebsites. Dat op een gegeven moment ook gewoon. Ja, het is vooral niet rendabel om een archief aan te leggen of wat ook. Dus dat ze dan ook langzamerhand de content weg laten gaan. Ja, nou ja, voor €25 per jaar heb je dat opgelost. Kijk. En dan heb je ook nog eens. Heb je nog andere producten die willen aanbieden? Full text search heb je dan ook. Ja, het is echt briljant. Ja. Dus dan kan je dus in plaats van dat je alleen maar de tekst van jou en de titel. Die er in pinboard staan, kan je dan ook echt een full text search gebruiken. Oh ja. Het is echt een. Ja, lijkt mij heel erg gaaf. Die jongen had laatst een heel goed artikel geschreven over geld verdienen met diensten. En de verschillende manieren die er zijn om diensten aan te bieden online. En dan had hij drie soorten. De ene, dat was inderdaad pinboard zelf doet, namelijk betalen voor een dienst. Yeah. En dat zijn diensten die gewoon zichzelf heel serieus nemen. En die willen gewoon een hele goede dienst leveren. En dat willen ze blijven doen. Ja. Dan heb je de groep die het ruilt voor iets anders, zoals Google. Hè, die zegt van, nou ja, we willen gewoon al jouw gegevens verzamelen en dan mag je onze dienst gebruiken. Ja. Die doen het op zich ook goed, maar die hebben een ander doel. Hè. Die zijn niet bezig met een dienst aanbieden. Of dat is niet zozeer hun dienst, dat is alleen maar een middel om gegevens te verzamelen. Ja, ja. En dan heb je de anderen en die maken een dienst in de hoop dat iemand het fantastisch vindt en het koopt. Oh ja, dus dat is een soort een groot bedrijf. Ja, dat is een soort destructief is dat. Dus je ziet dat heel veel leuke bedrijfjes waar mensen gebruik van maken, die worden dan gekocht door iets als Facebook. En die worden daarna direct worden ze gewoon. Worden ze geassimileerd door het bedrijf. Ja, en dan wordt de dienst wordt stopgezet. En de mensen die daar werken, die worden ingezet voor iets anders. Maar dat hebben we ook gezien bij twee hele, of in elk geval twee bedrijven die ik heel erg leuk vond. Dat is Flickr en dat is Delicious. Ja. Dat waren leuke opstarts, maar die hadden dus niet het model. Die hadden het model van dat alles gratis is. Ja. En dat is wat je net ook zei, dat is een zelfdestructieve bedrijfsmodel, want ja, je moet geld verdienen. Ja, en dat, dus dan kan dat je model, uit investeerders halen. Precies. Hè, dus dat er op een gegeven moment een buy-out is, dat een Yahoo Delicious opkoopt of een wat ook. En dan heb je zelf in ieder geval je geld verdiend en de andere partij is blij. Maar, en dat merk je dus nu bij zowel Flickr als Delicious. Delicious is inmiddels weer teruggekocht, begreep ik. Dat het product stilstaat. Er is gewoon totale inertie in de ontwikkelingen van het product. Flickr komt volgens mij ergens deze week of volgende week met een hele nieuwe layout. Oh. Dus die hebben gewoon stilletjes hebben ze aan een tweede versie zitten werken. Maar 4 jaar later of 5 jaar later. Ja, precies. Ja, die hebben gewoon in de tussentijd die hebben niks. Development stopgezet. Ja. En die hebben
Die hebben in hun eigen... Of die hebben dus daarnaast een nieuwe Flickr zitten bouwen. Ja. Dat is inderdaad niet helemaal... Denk ik niet de juiste manier om dat soort dingen te doen. Nee, je zou dat... Want mensen hebben het idee van, nee, er gebeurt niks. Nee, dus ze verlaten, ze verlaten de dienst. Ja. Want dat is dan... Hè, dat zijn de stille tekenen als een dienst wordt overgenomen. Friendfeed was een heel mooi voorbeeld. Die gebruikte ik, want het was een ideale manier om al mijn... blogjes en Twitters en weet ik veel wat allemaal samen te brengen tot één samenvatting. Daar konden mensen lid van worden. En dan konden ze gewoon alles wat ik deed, konden ze dan zagen ze in een update schermpje. Ja. En dat werkte heel goed, maar toen werd het overgekocht door Facebook en daarna is het stopgezet. Dus eigenlijk de mensen werden opgekocht. Dat is echt, je moet en de dienst werd stopgezet. En dat was heel zonde. Ja. En je merkt dus dat mensen dat patroon herkennen. Dus zo van, oh, ze zijn opgekocht. Weet je wat? Wij gaan, de gebruikers, gaan ook weg. Ja. En dat is funest voor de doorontwikkeling van zoiets. Ja, maar het is ook... Je had op een gegeven moment dat je Xmarks. En dat was een dienst. En die bood een bookmark synchronisatie aan. Dat je dus... Ja. Zij hadden op hun server haalden ze al jouw bookmarks van je ene browser op en dan kon je het in je andere browser kon je het gewoon kijken. Oh ja, dat is heel handig. Heel handig. En op een gegeven moment zeiden ze, we stoppen ermee. Huh? Dus iedereen van, wat? Ja, want ons verdienmodel werkt niet. En zij hadden de, wat zij dus deden, zij deden ook aan data-aggregatie en dan probeerden ze die data te verkopen. Ja. Maar er waren geen kopers. En mensen werden echt helemaal van, wat? Ik ben hier afhankelijk van, dat kan je toch niet doen? Ja. Vragen dan geld voor. Ja, precies. Zoek ja. dan naar andere manieren om... En die zijn er toen inderdaad geld voor gaan vragen. En nu bestaan ze nog steeds. Ha. Ze zijn niet het slimste bedrijf, want ze bieden gewoon hun dingen net niet goed aan. Dus die hebben dan een... Verkeerde prijs, of? De prijs is oké. Iets te duur, denk ik. Ze bieden dan bijvoorbeeld een iOS-app aan. Oh, ja. Maar die iOS-app, dat is een lijst met jouw bookmarks met een, daarin een slechte browser. Of tenminste een browser zonder features. Ja, dus, precies. En je hebt al een browser in je iOS. Dus ik heb ze al, ik had ze al op een gegeven moment, mijn pro-account liep af en toen zei ik, nou, ik stop ermee, want het, ik vind dus jullie diensten niet goed genoeg. Ja. Nou, toen vroegen ze om een feedback en toen zei ik, ja, je moet... In plaats van zelf een slechte browser maken, moet je goede browsers benaderen en vragen van, kunnen we integreren? Ja, precies. Mag mijn dienst in jullie browser? Want er zijn hele goede browsers op de Mac met voor power users. En dit is nou echt specifiek iets wat power users gebruiken, ja, van die ja. bookmarks. Dus dat... En ik zeg, nou, laat hem even weten als dat zo is, dan neem ik weer een pro. Ja, zouden ze echt het inzicht niet hebben? Of, Ik denk het wel, ja. ja. De, hun ding is zo slecht dat getuigt van weinig, ja, van niet verder kunnen denken dan de bookmarks. Ja, precies, ja. Ja, ja en ze hadden een leuke shot met, ja goed, als het goed product is. Ja. Totdat er een nieuwe komt natuurlijk. Ja. Ja, een concurrent, ja. Ja. Maar ik geloof niet dat die... En dat is het, dat merk je eigenlijk met al die start-ups. Die zijn zelden worden die gekocht of rust dat op een solide idee. Of zeker bij de upstarts. En misschien is dat ook door de gebruikers gedreven, hoor. Dat het eigenlijk eerst klein en schattig moet zijn. En ja. Compact, et cetera. En dat het... Daarna, zeg maar, dan moet je een beetje wachten of het niet uitgroeit tot een draak van een product. En ja. Juist omdat dat kleine en dat schattige, kleine utility die eigenlijk vroeger op de Mac voornamelijk verkrijgbaar waren. Ja, dat idee, dat vindt eigenlijk iedereen wel leuk. Iedereen wil bijvoorbeeld een klein waterpasje op zijn iPhone hebben of op zijn Android. Ja, maar dat zijn ook dingen waar je gewoon... Het slaat nergens op om dat voor te betalen. Dat zijn vingeroefeningen voor mensen die goede developers willen worden. Ja, tuurlijk. Die maken zo'n appje ja. om te oefenen, om eens te kijken van... Nou, kan ik apps maken? Die kunnen ze in hun portfolio stoppen om junior developer bij een bedrijf te worden. Ja. Tuurlijk vraag je daar geen geld voor. Nee, maar... Ja, goed, sommige dingen die zijn zo... Dus daarom zijn sommige dingen gratis. Ja, precies, ja. ja.
En eerlijk gezegd, ja, wij doen dat ook. Hè? Ik bedoel, onze content is ook gratis. Althans voor de kijkers. Wel, vanaf volgende week is het €100. Oh ja. Ja. Hadden we dat vergeten te vertellen? We zetten een PayPal-knop erop. Op de homepage. PayPal is interessant. Oh. PayPal is een daar kan je heel makkelijk mee betalen. Ja, inderdaad. Ik maak er regelmatig gebruik van. Dat zie je ook. Ja, ik ook. Maar nu heeft PayPal besloten dat je niet mag betalen voor sommige content. Hè? Dat hadden ze al gedaan met WikiLeaks. Je kan niet via PayPal betalen aan WikiLeaks. Dat kan niet. Ja, ja. Dat beslist dus een bedrijf zelf van, nou, ik ben het niet eens met jullie. Dus een bank beslist dan eigenlijk waar je wel en niet geld aan mag uitgeven. Maar is dat een morele kwestie? Dus zeg maar, nou, wij geloven hierin niet in. Wij vinden dit niet juist. Of we denken dat dit verwerpelijk is. Ja, want het is helemaal niet illegaal. Het is gewoon, wij vinden dit niet juist. Dus... Maar mogen zij dat dan ook? Want ze zijn eigenlijk... Ja. Je kan ze zien als een soort van... Ja, ik weet niet, mag een bank dat bijvoorbeeld doen? In Nederland is het een bank, maar het is niet overal een bank. Dat is ook weer zoiets. Je bedoelt PayPal is in Nederland een bank. Ja, maar het heeft in Nederland bankrechten, maar in andere landen niet. Ik weet niet precies hoe dat maar zit. Zijn maar in ieder geval zijn we, net zoals Visa Card en Mastercard hadden ook besloten van nee, je mag niet betalen aan. Je mag wel doneren aan de Ku Klux Klan, maar niet aan WikiLeaks. Zeg waar, dat is nog steeds zo. Je kan in Amerika kan je niet betalen aan. Je kan wel geld overmaken aan WikiLeaks, maar dat is heel moeilijk. Je kan dus niet met de normale. Je moet het via de sluispersonen doen of zo, ja, of stroommannen. Of via een bankoverschrift of zo. Oh, dat is echt ouderwetse manieren. Maar je kan niet via... Ja, daar gaat een model als naadloos betaalservice. Dat is best heftig. Dat iemand gewoon een doorsluis is het eigenlijk. Een doorsluis van geld. Ja. Die hoort helemaal niet te gaan over de inhoud. Nee. Nee, inderdaad. Maar dat is ook raar. Is dat vanuit overheidswegen dan misschien ook gebeurd? Nee, want de overheid mag niet censureren. Die mag zich daar helemaal niet mee bemoeien. Nee. Dat is wel zo als dingen illegaal zijn. Dan wel, hè. Dan mag de overheid het. Dan is het verboden om daar... voor banken om het mogelijk te maken om er geld aan te besteden. Ja. Maar... Maar wordt het een privébedrijf, die mag dat gewoon voor zichzelf bepalen. Die mag dat natuurlijk zelf bepalen. Ja. Maar dat is wel, best een... Dat is ook heftig voor de gebruikers, lijkt me. Want die vertrouwen dan PayPal niet meer. Ja, op een gegeven moment niet meer. Als ze dat soort rare besluiten nemen of als daar geen lijn op te trekken is. Er is nu een uitgever in Amerika en die krijgt geen PayPal geld... omdat ze stripboeken met pornografische... Of bepaalde soorten pornografie. Maar in ieder geval, het is fictie, dus het is helemaal geen echte... Het zijn plaatjes, het zijn tekeningen. Ja, dat mag dan niet van PayPal. Jongens, waar moet het heen? Ja. Waar gaat het heen? Ja, alles weer gewoon in de overheid opnemen dan maar, hè? De postbank. Ja, precies, ja. Of nee, postgiro. Ja, dan gaan we weer checks schrijven aan mensen of... hoe heet het? Stukjes goud geven aan mensen. Dat lijkt me goed. Of brood bakken voor een goede klant. Alright, nou dat was hem weer. Tot de volgende keer. Twee weken. Doei. Doei.